Wanneer Joost zijn vrouw vindt beneden. Is de dag die eraan vooraf gaat. Bianca is vanochtend vroeg al boven de toiletkamer. Nu zit ze duf in de bank. Dit is niet goed hoor, zeg ik. Sinds de bevalling, want ze hadden trouwens een zoontje van 7 maanden toen die vrouw overleed. Dat is ook nog extra, ja. Sinds de bevalling is het elke week wel wat. Maak nou een afspraak met de dokter en kruip toch lekker terug in bed. Je bent vrij. Dan breng ik Martijn al naar mijn moeder voordat ik naar mijn werk ga. Ik heb vandaag beloofd bij je moeder op de koffie te gaan, zegt ze. En vanmiddag zit ik bij Sandra. Die heb ik al zo lang niet gezien. Dat wil ik echt niet afzeggen. Ik maak van de week wel een afspraak met de dokter, oké? Ik ben het niet met haar eens, maar weet dat ze niet van haar plan af te brengen is. Ze knapt zichzelf op en vertrekt. S'avonds hangt ze uitgeput in de luie stoel voor de televisie. Het Nederlands elftal speelt. Halverwege de wedstrijd houdt ze het voor gezien. Ik kruip er op tijd in, want morgen wil ik gewoon gaan werken. Weet je het wel zeker? Ja, oké dan. Ik kijk dit nog wel af. Ik geef Martijn zijn laatste voedingmel. Is goed, meisje slaapt lekker. Wel trust, schat. Geef hem een kus en ga naar boven. Dan de volgende dag. De wekker gaat. Het is 6:30 en ik hoor Bianca opstaan. Volgens vast ritueel soes ik nog heel eventjes in. Zij neemt Martijn's ochtends altijd voor haar rekening, voordat hij naar de oppas gaat. Na een paar minuten hoor ik beneden een bons. Ik open mijn ogen. Was dat de deur van de bijkeuken? Die knalt nog wel eens tegen het dressoir. Maar sluit ze dan weer. Ze zal wel druk in de weer zijn, dus stukken doorstaan om 6:15 voor de deur om de badkamer af te werken. Iets voor 7 sta ik op en schiet mijn kleren aan. Ik loop slaapdronken over de overloop. Op Martijn's kamer is het nog donker. Ik kijk om de hoek. Hij ligt nog in bed. Wat raar, normaal neemt ze meteen mee naar beneden om hem te voeden. Daarna verzorgt ze hem in de bijkeuken, die dienst doet als onze tijdelijke badkamer. Maar misschien doet ze het vandaag anders. Vrouwen zijn zo veranderlijk als het weer. Ik slof op mijn sokken de trap af, de hal in. Het is muisstil in huis. Zodra ik de deur van de huiskamer open doe, hoor ik haar snurken. Ik grin ik in mezelf. Ze moet op de bank in slaap gevallen zijn, de arme schat. Maar de bank is leeg. Ik loop verder door de woonkamer op het gesnurk af. Bianca ligt in haar lichtblauwe pyjama op haar buik in de deuropening van de bijkeuken met haar hoofd in de kamer. De deur van haar toilet in de bijkeuken staat open. Het licht is nog aan. Enkele schoenen zijn uit de trekking gevallen. Haar armen liggen recht langs haar lichaam. Bianca, roep ik en ik stuif op haar af. Haar lichaam voelt stram aan. Ik ga op mijn knieën bij haar zitten en geef een paar klopjes op haar wang, maar ze komt niet bij. Er zit bloed aan de randen van haar neusgaten. Bianca, Bianca, is ze flauw gevallen? Ze reageert niet, ze snurkt alleen maar en haar ogen blijven dicht. Ik pak snel een handdoek uit de kast en maak een flinke punt nat. Dankjewel.